Sam Steijn, ooit eerder gescoord in de 75e minuut, gelijk vuurwerk? Nee, eigenlijk niet. Nee, dit was wel een perfecte timing. Ik hoorde dat ze aan het aftellen waren. En precies bij één maakte ik de bal. Ja, de auto-alarmen gingen er vanaf. Ja, mooi hè? Ja. Ja, dat is te gaaf. Jullie zijn 2 weken onderweg nu. Zijn de eerste resultaten al zichtbaar? Ja, zeker. Ja, je hebt 2 keer gewonnen. 1 keer hier met 11-0 en 1 keer van de Casa Academy met 2-1. Ja, en de groei in het elftal? Ja, ook. Ja, je merkt verbetering. Er moet zeker wat bij, maar het gaat wel de goede kant op. Ja. Kan ik het goed zeggen als ik zeg dat dit jouw seizoen moet worden? Het seizoen waarin jij een beetje je visitekaartje moet gaan afgeven? Ja, het is wel een mooi seizoen inderdaad. Een perfecte seizoen om mij als jonge jongen te laten zien. Mezelf te laten zien. Ik hoop het. Laten we hopen dat het mijn seizoen wordt. En dat ik de kans krijg om hier veel minuten te maken. Voelt het ook een beetje zo dat je je kans moet gaan pakken? Ja, zo voelt het wel, ja. Ja. We kijken dan terug op afgelopen seizoen. Want nadat je uit Venlo kwam, natuurlijk daar gedebuteerd in de Eredivisie. Zelfs gescoord. Maar dat je dan nou naar de Verenigde Arabische Emiraten ging, in Den Haag toe, eigenlijk geen Eredivisie minuut gemaakt. Nee, dat klopt. Hoe heb je dat afgelopen seizoen ervaren? Ja, dat vond ik heel jammer. Ik kwam hier naartoe met de bedoeling om bij het eerste te komen. Nou, dat is uiteindelijk niet gelukt. Er zijn een hoop spelers gekomen. En dit jaar moet anders. En dit jaar moet ik mijn kans gaan pakken. Was het een beetje een teleurstelling afgelopen jaar? Ja, tuurlijk. Het is altijd een teleurstelling als je niet speelt. Maar we moeten weer door. En dat gaat goed komen dit jaar. Wat is dan nu je status bij de ADO? Hoe wordt het tegen jou aangekeken? Ja, weet ik niet. Moet je aan de trainer vragen. Ik hoop dat hij mij een speler ziet voor bij de eerste selectie en voor minuten. Maar dat moet je aan de trainer vragen. Ja, denk je dat je dicht tegen de basis aan zit nu? Ja, ik denk wel dat het dichter is dan de afgelopen anderhalf jaar. Dus laten we het hopen. Ja, waarom denk je dat? Omdat we nu er is minder budget, minder spelers. Dus dat is de groep ook kleiner. Ja. Tot slot, wat zijn nou hier nog je verbeterpunten om uiteindelijk toch die basisspeler in Den Haag te worden? Ja, je moet in alles verbeteren. Er is niet één ding wat klaar is, waar je niet meer aan hoeft te werken. Maar een echt verbeterpunt is voor mij misschien fysieker iets sterker worden. Maar ik hoop dat ze vooral uitgaan van mijn krachten. En dat hoop ik.